Nou, ik ben Frans Janssens en ik ben 67 jaar en ik heb hier bijna mijn hele leven hier gewoond, in Masniel, het Witte Dorp. Op het moment zijn we op de Meidoornlaan en daar heb ik voor de eerste keer gewoond. Nou, die tijd, dat was een bovenwoning en ja, daar had je dan een slaapkamer, een kleine slaapkamer, een klein keukentje, een wc. En een douche was er niet. Dat was vroeger, ging ik douchen en dat was bij het Groene Kruisgebouw in Masniel zelf. We staan hier nu op Ypenlaan, bij mijn huis op Ypenlaan 31. Het ziet er heel anders uit, het is het Witte Dorp niet meer. Er zijn heel veel mensen die zijn niet meer teruggekeerd. Dus je krijgt een hele andere samenstelling van mensen. En ja, dat heeft gewoon zijn tijd nodig. Wat dit plan ook uniek maakt is dat het allemaal heel energiezuinige woningen zijn. En wij noemen dat ook wel nul op de meter woningen. Dat is een woning die eigenlijk evenveel energie opwekt of wordt opgewekt wat er ook in een jaar gemiddeld gebruikt wordt. Dus eigenlijk voorziet de woning zelf in zijn eigen energiebehoeften. Ja, het huis wat vroeger was het dus gewoon was er gas en ja, water en licht, dus elektriciteit. En nou, tegenwoordig is er geen gas meer en wordt het allemaal via de zonnepanelen wordt het dus gevoed, ook de verwarming en alles en ook het koken.
ik heb zelf heb aangesproken om een monumentje daarvoor te gaan maken voor het Witte Dorp. Dat het Witte Dorp niet verloren mag gaan, want het Witte Dorp was in Masneel een gezegde. Het Witte Dorp, en iedereen wist het, wat het Witte Dorp was. Want er zijn heel veel oude mensen die hier dus gewoond hebben en ook de kinderen daarvan, die toch weer terugkomen en gaan kijken van, oh, wat weten we van vroeger? We hebben hier gewoond en zo, we hebben dat allemaal meegemaakt. Dus kijken wat het geworden is. Dus er is toch wel heel veel interesse.